De winterstop voor FC Groningen zit erop. Morgenavond hervat de ploeg van trainer Danny Buijs de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen FC Twente. FC Groningen staat na de eerste seizoenshelft tiende met 25 punten. De laatste wedstrijd voor de winterstop werd er nog gewonnen van Emmen. Danny Buijs kijkt weer uit naar het spelen van wedstrijden. Het liefst wil je weer om het echtje gaan voetballen. En we zijn ook heel benieuwd hoe we er gelijk weer op staan. We zijn met een goed gevoel geëindigd net voor de winter. Nou, hopelijk kunnen we dat gevoel gelijk weer snel terugpakken na de winter. Waar heb je de meeste aandacht op gelegd tijdens de winterstop voor de verbeteringen van komende half jaar? Nou, het staat vooral in teken van de jongens weer fysiek op orde brengen na een korte vakantie. Weer in wedstrijdritme laten komen, vandaar ook twee oefenwedstrijden. En aan de andere kant gaan we proberen toch hopelijk wat meer goals maken of wat meer kansen creëren na de winter. Misschien iets meer het geluk opzoeken zoals je dat net mooi zei. Nou ja, in de eindfase moet je soms inderdaad om een goal te maken op zoek naar gekscherend geluk. Want ja, soms kan ik ook een keer een bal op doel schieten die van richting wordt veranderd en dan kan die er ook gewoon ingaan. Of als je een voorzet geeft, kan ook een keer een verdediger in mijn eigen doel schieten. Dat zijn ook gewoon doelpunten. Dus daar valt ook nog wel wat winst te halen. De wedstrijd tegen FC Twente begint morgen om 19:45 in de Grolsvesten in Enschede.